Dit is de tunnel waar om 8:45 gisteravond één bus van 3 met volle snelheid tegen een veiligheidsnis langs de linker tunnelwand botst. De 3 bussen waren op de terugweg naar België na een skivakantie in Val d'Anivier. Dit is wat overblijft van de bus. Zo'n 200 hulpverleners komen ter plekke. De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten. Slachtoffers worden met helikopters weggebracht naar ziekenhuizen, onder andere in Lausanne, Bern en Wallis. De dodental is hoog, 28 mensen, waarvan 6 volwassenen en 22 kinderen, van gemiddeld 12 jaar oud. Daarnaast zijn er nog 22 gewonden, waarvan sommigen zwaar gewond. De 2 chauffeurs van de bus zouden de klap niet overleefd hebben. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. We weten wel dat er geen ander voertuig bij betrokken was.